Sportieve mensen hebben wij ook in onze wijk. Onze camera volgde een bekend schaats- en skiergeslacht. De familie Bakker. Vader Piet en ook zijn vrouw Harmke zijn actief in het organiseren van skielerwedstrijden in de regio. Zoon Albert, actief op de schaats en op de skielers, werd afgelopen jaar Nederlands kampioen skileren bij de veteranen. En ook de kleinkinderen strijden aan de top van het peloton mee. Rustrij of vrij hoor. De rilling die liep ons over de rug heen en zo enthousiast waren de mensen overal. Met Albert Bakker komen we van de Vinkermervaart af. En zo direct zit er nog een metertje of 30, 40 voordat ze een zwakke bocht in moeten. En was het ook zo toen dat het publiek, de riders allemaal al een beetje binoom kwam? Of was het meer gewoon de happening op zich? Nee, want we waren toen nog niet zo bekend. En wanneer ze die afstedentocht van 1984 werden we dus bekend benomen. Dat ze de hele dag op televisie kwamen. Met nog even van Metten natuurlijk. Ja, ik heb wel ik zelf ook wel, omdat ik heel veel... Met Albert Bakker draaien we nu onder de brug door. Bakker is daar en Westerveld. Is die zijn nou nog dieper aan de sleutel? Nee, dat was wel denk ik door aanleiding van de successie van Albert. Dus, en toen ik dus stop ben met de schakel, als beheerder dus, toen heb ik dus een racefiets gekocht en ben ik een beetje begonnen te schieten en zo is. Maar qua hoogtepunten, die ben er bij mij nooit hoor. Geen krantenknipsels, geen plakboek. Eindje 12 kilometer hoe reed ben ik en wil ik niet. Ja, dat moet je één keer als steeds toch, of tenminste alternatieve. Alternatieve, ja, goed. Ja, start van de kilometer. Nou, mijn hoogtepunt is dus het EK geweest. Ja, nog niet zo lang geleden. Nee. Vertel daar eens wat over, hoe ging dat? Die afstand dat ik die medaille won, dat was 5 kilometer. Toen moesten we eigenlijk voor iemand anders rijden, maar nou ja, dat meisje, ik schreeuwde dus tegen haar, ga mee naar de finish, zeg maar. Maar ja, ze was hartstikke moe. En wie was dat? Rowena de Boer. En ze zei, ga jij maar. Of nou ja, ze zei zo, ze zei niet veel, maar... Ze gebaren, zeg maar. En, nou ja, toen ben ik voor mijn eigen kans gegaan en toen had ik 2 punten en dat was dus de tweede plaats. Clubkampioen, marathon, IVG 2005, skilleren, Mariet Bakker. Peter, wat zijn jouw hoogtepunten? Nou, ja, mijn hoogtepunten... Ik heb nog niet echt veel hoogtepunten. Ik heb eigenlijk altijd nog een beetje in de middenmode gezeten. En, af en toe, ik ben op het NK ben een keer derde geweest. Dat was 3 jaar geleden. Maar dan praten we over skielen hier, hè? En over skielen, ja. Ja, inderdaad. En hij schaatsen, dat is namelijk een dagelijks leven, zeg maar. En vorig jaar was ik op het NK een keer derde. Nederlands kampioen op de afwisseling geworden. Dat was wel heel mooi. Hoe oud ben jij? Ik ben net 18 geworden. Oh. Marathon kampioen, IVG Skileren, in het jaar 2005 werd Peter. Hey!